voor overheidsorganisaties is het soms moeilijk om dicht bij de bewoners te staan, om te voelen hoe zij zaken ervaren. En een online omgeving kan ze daarbij helpen. Ik ben Jan Verders en ik ben werkzaam voor Samen voor Elkaar Overijssel. Samen voor Elkaar is een online platform van de provincie Overijssel waar inspiratie en kennis kan worden opgedaan over maatschappelijke initiatieven en bewonersinitiatieven. Op het platform komen mensen samen die zowel van de overheid zijn als de bewoners zelf. En op die manier breng je ze met elkaar in contact. We zijn nu in Marklo en langs een wandelroute waarbij je onderweg allerlei oorlogsmonumenten tegenkomt en herdenkingsmonumenten. En dat is dus door de bewoners van Marklo zelf opgepakt. Tijdens zo'n bewonersinitiatief of een maatschappelijk initiatief kom je allerlei knelpunten tegen. Bijvoorbeeld met aanvragen van vergunningen of hoe krijg je het geld bij elkaar. Of dat kan van alles zijn. Samen voor elkaar, daar wordt kennis gedeeld en inspiratie gedeeld. Waardoor mensen stappen kunnen maken in de ontwikkeling van hun initiatief. De provincie Overijssel is een grote provincie. Van Kop van Overijssel tot Twente is wel 1,5 uur met de auto rijden. Dus door middel van het online platform breng je die mensen toch met elkaar in contact. En een bewonersinitiatief in Kop van Overijssel of helemaal een ander deel hoeft niet per se anders te zijn. Dus op die manier met het platform kunnen ze elkaar inspireren en kennis delen. Het platformprincipe, ik denk dat wel de toekomst is van de online wereld. Dat mensen heel erg veel ruimte krijgen om zelf te delen en dat daar niet allerlei regie op hoeft te zitten. 20 jaar geleden was het heel erg informeren, informeren, informeren. En nu is het veel meer delen en met elkaar in contact komen, ook via de online omgevingen.